Ik heb er 8 weken over gedaan om dit te bouwen. Om dit te maken zoals het nu is. Helemaal alleen? Ja. Ja, helemaal alleen, ja. Ja, ja. Het is een uitbouwserre achter mijn huis. En dit was de tuin en daar hebben we nu een kerkgebouw van gemaakt. We zijn nu live. Dus op dit moment dat u filmt, zijn we ook live in de wereld. Ik vind het ongelooflijk. En dat is ons verlangen, om het woord te brengen all over the world. Alles wat op jouw pad zou komen aan pijn en verdriet, aan ellende en toestanden. En ik weet er alles van. Als dat op je pad komt, dan mogen we weten dat we Jezus aan onze zijde hebben. We zijn te klein om een ruimte te huren of te kopen, maar we zijn al te groot geworden om in de huiskamer te zitten. En zodoende is dit geboren. Dit is al 20 jaar oud. En daar heb ik alleen een stukje aangebouwd. Klein stukje. Veel over nagedacht? Nee. Nee hoor, ik hoef niet na te denken over bouwen. Want toen ik geboren werd, heeft mijn moeder veel pijn gehad. Weet je waarom? Omdat er een potlood achter mijn oor zat.